De aankondiging van het kabinet rondom de btw-verhoging op onder meer kranten en tijdschriften heeft al heel wat kritiek gekregen. Ook Joris Gerritsen maakt zich zorgen. Hij is hoofdredacteur van Dagblad De Gelderlander en ziet de prijs van de krant flink stijgen als de btw-verhogingen worden doorgevoerd. Gerritsen vreest dat veel lezers zullen afhaken, wat vervolgens de nodige problemen zal veroorzaken voor het regionale dagblad. De Gelderlander maakt zich zorgen over de nieuwe plannen van de Tweede Kamer. Zij willen dat de btw verhoogd wordt op kranten en tijdschriften. Omdat het regionale dagblad al erg duur is, vrezen zij dat dit problemen gaat veroorzaken voor hen. In een brief in de krant van de Gelderlander stonden de zorgen van hoofdredacteur Joris Gerritsen, die zich uit over de btw-verhoging. Ja, ik maak me daar wel echt zorgen over, want het is een pijnlijke verhoging van de prijs. En de krant is al heel duur. En wij vinden echt dat regionaal nieuws bereikbaar moet blijven voor iedereen. Nou, de btw-verhoging zou in onze ogen heel slecht zijn voor de Gelderlander. Als de btw verhoogd wordt, wordt de krant duurder. Een duurdere krant zou kunnen betekenen dat minder mensen hem kunnen betalen. Ja, en wij zijn toch afhankelijk van betalende abonnees. Dus wij hebben die abonnees heel hard nodig. Nou, dan worden we duurder. En dat zou betekenen dat wij uiteindelijk minder abonnees zullen hebben. En als we minder abonnees hebben, krijgen we minder inkomsten. En minder inkomsten is minder verslaggevers. Nou, dat is heel vervelend. Maar met minder verslaggevers kunnen we ook minder goed ons werk doen. Ook mensen op straat hebben een mening over de nieuwe plannen van de Tweede Kamer. Ik vind het dus heel slecht dat het verhoogd wordt. Omdat dan veel minder mensen krant gaan lezen. Ja. We denken er wel over als dadelijk die btw-verhoging komt om dan te stoppen. Want dat wordt toch te duur. Een oplossing zou kunnen zijn om in de toekomst het nieuws alleen online op te sturen. Maar de papieren krant is erg geliefd onder de lezers en daarom is dit volgens Joris geen optie. Nou, dat zou echt het laatste zijn wat we zouden willen. Onze krant wordt gelezen door heel veel trouwe lezers. Maar veel van die lezers zijn al wel wat ouder, hè, vaak boven de 60. Die hebben de tijd om te lezen en die genieten ontzettend van het lezen van een papieren krant. En zolang het kan, blijven wij die krant dus ook maken. Veel te fijn om bij het ontbijt lekker krantje te lezen. Papieren krant, ja. Ja. Ik heb beide. Op de iPad, GSM. En op de papier, maar ik lees hem liever op papier. Ik kijk nu ook al wel eens online, want de Gelderlander die krijg je automatisch dan online toegestuurd. En dan kijk ik ook wel zo door. Als de Tweede Kamer toch besluit de btw te verhogen, zal de Gelderlander dus een oplossing moeten bedenken om problemen voor de toekomst te voorkomen. Morgen moeten ze stemmen. Er is een kans dat het uitgesteld wordt. Dus of we horen morgen iets, of het wordt later. En dan weet je het niet, hè, wanneer het kan komen. Als die btw-verhoging doorgaat, dan betekent dat pas vanaf 2026 die verhoging ook daadwerkelijk ingevoerd zal worden. Ja, tegen die tijd moeten we echt wel met een plan komen voor onszelf. Maar op dit moment vind ik dat nog te vroeg. Maar wij hebben nog steeds de hoop dat de overheid een ander plan presenteert en ons spaart daarin.